Goedemorgen. Wij zitten in een busje van Marrakesh naar Agadir. Kijk daar zo. We gaan naar Agadir om daar het resort Robinson te bezoeken. We gaan surfen. En nu heb ik dat nog nooit gedaan. En ben ik fysiek heel onhandig. Dus dat wordt denk ik hele leuke content voor jullie. En veel blauwe plek voor mij. Ik denk dat we echt nog naar de wc toe. Gewoon in de pak passen. Dan zit hij lekker. Ben je pas? Mijn camera. Liggen. Peddelen. En omhoog. Ja, ik denk dat ik het nu gewoon fantastisch kan meteen. Ik vind deze leraren zo goed dat ze zo een fysieke klunt hebben kunnen laten staan. Ja, je moet op je hoogtepunt stoppen. Beter dan dit hoort hij niet, denk ik. Ik vond het helemaal gek. En ik heb gewoon zoveel katten geknuffeld vanochtend. Ik ga nu even naar het voederpunt. Ja, daar is mijn favoriet. En wat ze hier hebben gedaan is alle katten gesteriliseerd, medische hulp gegeven. Zwaar leven. Zij zeiden het is een duurzame all-inclusive resort. Ik was daar een beetje sceptisch over, want dat zijn zeg maar twee dingen die ik niet helemaal bij elkaar vind passen. En toen heb ik gisteren een rondleiding gehad met Samira samen. En dat vond ik echt heel erg leuk. Het water uit de toiletten wordt allemaal gereinigd en gebruikt om al die tuinen water te geven. Dan heb je zonnepanelen die voor 70% het hele park van elektriciteit voorzien. Hele rooien. Biologisch tomaten. Afval van de tuinen, dus stukken bladeren, maar ook zoals je ziet sinaasappelschillen. Gooi ze allemaal deze hal. En dat wordt dus compost en dan wordt het dit. En daarmee voeden ze de biologische tuin. Daaruit groeien allemaal biologische groenten. Die komen weer op het buffet. En dan alles wat overblijft gaat dan weer op die composthoop. En ik vind dat echt heel leuk. Ik word echt helemaal blij van. Dit is helemaal een beschermd natuurgebied, dus daar mag je ook niet in. En dan komen de flamingo's naartoe om te broeden. En dat is echt een helemaal beschermd gebied waar je dan over uit mag kijken. Dit is toch